Het lijkt een aardige dag te worden voor een geweldige wedstrijd. Welkom allemaal. En ook bij deze wedstrijd wordt het commentaar verzorgd door het duo Gruter en De Vos. Nou, het belooft een wedstrijd te worden om nooit meer te vergeten. Want de scheidsrechter heeft vandaag een vrije dag, zeg maar. Die is er niet. Dit kan een leuke pot worden, Jeroen. Ja, dit wordt nog wat, hoor, Siert. Dit zou wel eens hakken en breken kunnen worden. Aftrap, eerste helft. Ik ben benieuwd. Victor Lindelöf. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Ze leveren de bal in. Door dat druk zetten komen ze weer in balbezit. Ze vechten om de bal. Svensson. Wat gaat hij hiermee doen? Svensson! Hij heeft hem! In het midden van de 16. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. De doelman moet opletten. Zou wel eens wat kunnen worden. De doelman is nu wel heel ver aan de wandel. Wat is hier? Een schot. Goed verdedigd, dat schot. Ja hoor, er zit. Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. Een beetje ongelukkig dit, want die bal gaat via een eigen speler het doel in. Ja, maar dat is voetbal. Er is altijd een kans dat zoiets gebeurt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De score is geopend. Het is 1-0. Bardsley. En nu wordt het oppassen. Speelt hem een schot. Lekker doelpunt.
Ja, dat mag je gerust slordig noemen. Dat die voorsprong zo makkelijk weer uit handen wordt gegeven. Ja, dan is de vreugde natuurlijk voor korte duur. Ach, keepertje, keepertje. Als je Doelman zoiets stoms doet, dan krijg je natuurlijk gewoon een doelpunt om je oren. Ja, maar is dit nou voor nodig, Siet? Een andere hoek voor de herhaling. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. En gassen langs de zijlijn. Kan er hier voor gevaar zorgen? In het midden van de 16. Die bal belandt achter zijn medespelers. Wat een belabberde voorzet. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Dit begint er aardig uit te zien. Een uitgekiende steekpaas. En vast die bal. Hij kan mooi doorstomen daar. Ziet er voorbelovend uit. Hij schiet hem. Heerlijke voorzet. En dan werkt hij er maar in met een fraaie volley. Ja, het ziet er altijd prachtig uit. En laten we eerlijk zijn, hij raakt hem ook gewoon goed. Nogmaals. Gevaarlijke aanval. En dan wordt de doelkans verzilverd. Nog een keer kijken naar die schitterende voorzet. Ja, prachtig op maat gegeven. En daardoor leidt het tot een doelpunt. Hier in de herhaling. Die voorzet waaruit gescoord wordt. Ja, het is natuurlijk heel lekker uithalen, hè, als de bal zo op maat gegeven wordt. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Svensson. Kunnen ze profiteren van deze paas? Hij keert dat schot. De bal komt voor het doel. Hier houden ze niets aan over. Gewoon opnieuw proberen. Ja, nu kan er een counter komen. Helaas voor hen lijkt alweer het venijn uit deze counter verdwenen. Die doelman moet opletten. Dit kan maar eens een kans opleveren. Gaat dit wat worden? Dit was een riskante sliding zo in de eigen 16. Nou, hij pakt de bal en begint aan uit te gaan. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Een uitstekend doelpunt. Lekker om zo'n volley goed te raken. Ja, en ook die voorzet was uitstekend. Mooie aanval, technisch perfect. Ja, dit zijn de doelpunten hoor, zie je het. Wat een techniek. Hoeveel spelers zouden zo'n voorzet niet eerst willen controleren? Maar hij ramt hem volley tussen de palen. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1.
Murphy. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Doelpoging. Zo, wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Wat gaat hij hiermee doen? Een geweldige verdedigende actie. De doelman anticipeert en heeft hem vast. Ze geven de bal weg. De bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Hij kan hem geven nu. Nee, hij kopt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Het andere team weer aan de bal. Komt er een voorzet aan? Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Ziet er veelbelovend uit. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Ludwig Augustinsson. Bal naar de andere partij. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Kunnen ze profiteren. Pof op de slof. Als je zo dicht bij het doel af kan werken, dan moet je toch met iets beters komen dan dit. Ja, dit is nou gewoon een kwestie van de kans weggooien. De afronding stelt heel weinig voor. En daar heeft hij de bal veroverd. Ruim baan op de vleugel. Zou wel eens wat kunnen worden. Hij schiet van dichtbij. En die bal gaat erin. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. Het niveauverschil wordt steeds meer uitgedrukt in de score. Ja, van spanning in deze wedstrijd is nu echt geen enkele sprake meer. Een andere hoek voor de herhaling. We trappen af met een score van 4-1. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. Nou, wat kan hij hiermee?
Ze leveren de bal in. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Ja, een schot. Zo, die zit er mooi in, zeg. Ze waren de hele wedstrijd al de bovenliggende partij. Maar hier doen ze er nog even een schepje bovenop. Ze laten hier ondubbelzinnig zien wie de absolute baas op het veld is. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De score is 5-1. En we trappen weer af. En gassen langs de zijlijn. Voorzet kan vanaf de flank. Zegt de paas, hij levert hem in. Dat moet beter. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Gaat dit wat worden? Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. En hij verspeelt deze kans. Hans Worst. Zonde hoor. Het was een mooie 1-1 situatie. Ja, zo'n kans, die mag je eigenlijk niet missen. Hè? Maar hij doet het toch. Victor Lindelöf. Dit kan wel eens een kans opleveren. Hij raakt hem. Ja, nee. Terug via de paal. In het midden van de 16. Haha, net overgekomen. Hij zat er wel goed bij. Nou, de volgende keer die bal naar beneden koppen. Dan is het een goal. Goed voorgezet. En dan is het jammer dat hij overgaat. Dat had het beter gekund. De voorzet wordt niet verzilverd. En de bal gaat over de lat. Slordig met het balbezit. Richting het doel van de tegenstander. Goede kans. En een volley. En die gaat over de doellijn. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. En hij heeft nu toch echt een hat-trick op zijn naam staan. Ja, zijn derde doelpunt van het duel alweer. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. En we knopen er 5 minuten extra tijd aan vast. Sterke tackle, pak de bal af. Het loopt nu goed af. Gevaar is geweken, de bal is weg. Albin Ekdal. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Hij zit erin, met het hoofd. Die bal gaat er schitterend in. De keeper kon deze goed geplaatste kopbal niet stoppen. Het doelpunt met het hoofd maken is niet voor elke speler weggelegd. Maar hij weet er wel raad mee. Koekoek, en hij schiet er alweer in.
elke keer als ik op doel schiet is het meteen raakt. Ja, en dat komt echt zelden voor. Geweldig. Kassa. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Daar gaat het balbezit. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Zo, die zit er mooi in, zeg. Dat hij daar zo vrij voor de doelman komt, is het resultaat van die mooie aanval over een aantal schijven. De keeper zag die twee aanvallers op zich afkomen. Ja, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, te laat. Het was verrassend geweest als ze deze kans niet hadden benut. Keurig uitgespeeld. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. En daar fluit de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft. En dat geeft ons een moment om even bij te komen van al dat doelpuntengeweld op het veld. Het ene nationale elftal dat het andere compleet kortwiekt. Nou, misschien wel afslacht. Het is volstrekt waanzinnig wat hier vandaag gebeurt. We trappen af voor de tweede helft. Als we terugkijken op de eerste helft, dan was maar één team de baas. Ze leveren de bal in. Hij pakt de bal en begint aan uitbreiden. Dat moet een doelpunt zijn. Raak, zo mooi geplaatst. Ja, natuurlijk. Die zit erin. Een ABC'tje voor open doel. Hij doet zijn werk. Maar die doelman, die staat uiteindelijk ook op de verkeerde plek. Niet te missen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Andrew Robertson. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. En nu snel schakelen voor de counter. En veilig weggewerkt. Victor Lindelöf. Hij let goed op en onderschept die paas. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Slordig in het balbezit. Moet een doelpunt worden. Een fantastisch doelpunt met het hoofd. Die gaat er mooi in, zeg. Uitstekend doelpunt met het hoofd. Ja, koppen, dat is een specialisme, hoor. En je ziet hier dat hij dat uitstekend beheerst. Die gaat er goed in. De aanval verliep goed en uiteindelijk belandt de bal in het net. Mooie voorzet van een aardige afstand, moet je kijken, zeg.
Ja, zie je, deze speler staat erom bekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. En ja, goed afgemaakt ook die bal. Zo maak je een kans af. Geen enkele twijfel. Lekker erin gekopt. Maar op de voorzet valt natuurlijk ook helemaal niets aan te merken, Siert. Dit is het einde van zijn wedstrijd. En wat voor eentje. Sterk gespeeld. En de toeschouwers waarderen dat. Vanaf het allereerste fluitsignaal heeft hij keihard gewerkt. En hij dicteerde een groot deel van de wedstrijd. Goed gedaan. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. De bal wordt via de vleugel gespeeld. Gaat dit wat worden? Dribbelt verder richting doel. Een dramatische voorzet. De bal gaat achter, doeltrap. Er komen twee wissels aan in hetzelfde team. Grankvist. Albin Ekdal. De aanvaller zakt terug om de bal op te halen. Ja, een schot. Dat schot wordt en er zomaar in. Koekoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik een oortje zeggen? Koekoek. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. En hij heeft nu toch echt een hat-trick op zijn naam staan. Ja, zijn derde doelpunt van het duel alweer. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Ryan Fraser. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? En dan een voorzet vanaf de vleugel. Die voorzet kan eenvoudig worden verdedigd. No problem. Ze kunnen snel uitbreken nu. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Ratatatata. Hier zit alles in een plaatje van een omschakeling. Hup, de brommer start. Springen. Tak, 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 tak. Goal. Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid. En dan slaan ze genadeloos toe. Er wordt goed opgebouwd. En dan maken ze de kans af. Nog een keer kijken naar die schitterende voorzet. Ja, prachtig op maat gegeven en daardoor leidt het tot een doelpunt. En nog een keer, hoe mooi kan je zijn? Die bal, die wordt schitterend voorgezet. Ja, en hoe die dan vervolgens ook wordt ingekopt, geweldig. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Via een tegenstander over de achterlijn. Hoekschop. Hij speelde een enorme wedstrijd en heeft onmiskenbaar een grote bijdrage geleverd aan deze voorsprong. Hij mag nu van uitrusten. Al naar het midden. Uiteindelijk levert dit geen resultaat op. Gewoon opnieuw proberen. Deze kan niet mis. Maakt hij hem af? Boom! Koekoek, wat een doelpunt!
Hij stond op de goede plek om de bal er van dichtbij in te werken. Dat was niet moeilijk. Ja, en dan kan hij hem makkelijk afmaken. De doelman was ver van zijn lijn af. En dan is het geen grote opgave natuurlijk meer om hem erin te werken. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Blijft aan de bal. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. De bal blijft binnen naar die redding. De speler blokje. Wat een geweldige bal. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. Mooie redding. Maar hij krijgt die bal niet weg. En dan gaat het alsnog fout. Ja, inderdaad, zie je het. Die aanvallende partij blijft alert en slaat er alsnog toe. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zitten tussen. En nu snel schakelen voor de counter. Het gevaar is nog niet geweken. Lekker doelpunt. Het lijkt misschien makkelijk om deze bal erin te schieten. En ja, dat is het eigenlijk ook voor deze afstand. Raak. Als de doelbal niet in zijn doel staat, is het makkelijk scoren. Ja, voor open doel. Dan is het voor iedereen een eindje om te scoren. Een doelpuntrijke wedstrijd. Waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hij zit er goed tussen bij die pas. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Alle ruimte op de flank. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. Deze kan erin. Een fantastisch doelpunt. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Hè. Wat is echt een geweldige goal. Dat hij daar zo vrij voor de doelman komt, is het resultaat van die mooie aanval over een aantal schijven. Nogmaals, gevaarlijke aanval en dan wordt de doelkans verzilverd. Hier, nog een keer, moet je kijken. Hoe schitterend die bal van de rechterkant werd voorgegeven. Ja, maar dit is het type speler dat een mooie voorzet in huis heeft. En we kijken nog eens terug naar die mooie trap. En zo gaat hij het doel in. En heel fijn voorgegeven. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Svensson. Oh, wat gaat hij aan? En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Ibrahimovic, hij rond het op zijn eigen manier af. Jawel, heeft iemand een goochelaar besteld? Ibrakadabra. En die zit. Waar zit de doelman? Niet in het doel zo te zien.
Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. Coach lijkt te gaan wisselen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. En gassen langs de zijlijn. Ruimte hier voor een voorzet. Slechte voorzet. De verdediger kan ertussen komen. Robin Quaison. Nou, wat kan hij hiermee? Midden voor het doel gegeven. En dat was niet helemaal de bedoeling toen hij die voorzet gaf. Hij speelde geweldig. De trainer besluit echter om hem te wisselen bij deze voorsprong. Ja, om hem wat extra rust te geven. Vraagteken. Al naar het midden. En nu wordt het oppassen. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Kan er hier voor gevaar zorgen? Zou wel eens wat kunnen worden. Zo, die zit er mooi in, zeg. Hij stond op de goede plek om de bal er van dichtbij in te werken. Dat was niet moeilijk. Ja, dit kan eigenlijk alleen maar als je exceptionele individuele kwaliteiten hebt. Hij creëert het helemaal zelf. Een prachtige individuele actie waarbij de tegenstander niet eens in staat is om aan de noodrem te trekken. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Hij speelt hem naar de flank. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. Mogelijkheden voor een counter. En met de bal aan de voet de uitbraak. Redding, spel gaat verder. Wat gaat hij hiermee doen? Tegenstander neemt over. Moeten ze profiteren van deze paas. En daar heeft hij de bal veroverd. Belovend uit. En nu snel schakelen voor de counter. Nee, zeg, veel te wild geschoten. Je hoeft hem alleen maar heel subtiel langs die keeper te plaatsen. Hij is zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was. Emil Forsberg. Ibrahimovic. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. En hij gist de bal voor zijn voeten weg. Wat een grandioze actie van de doelman. Robin Quaison. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Zlatan Ibrahimovic. Ja, raak. Hij slaat weer eens genadeloos toe, zeg. En ze gaan nog even door. Dit doelpunt was niet echt nodig, maar hij zit er toch in. Ja, wat dat betreft kennen ze geen genade voor een tegenstander. Onbarmhartige nederlaag. Pief, paf, poef. Thank you.
De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Hij let goed op en onderschept die paas. Alle ruimte op de flank. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Ah, de verdedigende partij heeft geen problemen met zo'n bal. Is alweer een van de bal. Lekker doelpunt. Nou, en daarmee is de klus helemaal geklaard. Ze hebben de wedstrijd gedomineerd. Ja, en is een beetje ook trouwens. Ze hebben de tegenstander helemaal suf gespeeld. De wedstrijd is gedaan. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. Nog 5 minuten blessuretijd en dan is de klus geklaard. Maar 5 minuten kunnen heel lang duren. Ja, voor het publiek mag het ook wel afgelopen zijn. Ze hebben de overwinning bijna binnen en willen... Die kopbal dwingt de keeper tot de redding. Ja, dat is waar. Maar wel een eenvoudige redding. Zwakke bal. Zo'n loopactie zie je toch niet vaak bij... Wat een gepruts van die doelman, zeg. En nu wordt het oppassen. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Die lob is te ver en de doelman kan hem pakken. Goed breed gemaakt daar. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Bardsley. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Officieel was het een vriendschappelijke wedstrijd, maar de inzet was die van de echte wedstrijd. Ja, de spelers namen deze wedstrijd serieus hoor. En die deden hun uiterste best om er iets memorabels van te maken.